Nee, ook niet. Ook niet gedronken? Niks. En in een andere zak? Ja. Een broekzak en een achterzak. Een zondagavond. Jongeren tussen 12 en 18 met een drugsprobleem komen aan bij Pathways in Tiene. Begeleiders controleren hen op drugsgebruik via een plastest en op drugsmokkel. We vinden soms drugs tussen de tenen, soms ook in de kousen. Ja, ze zijn heel vernuftig om die dingen te verstoppen. Ja, als je ze laat strippen, dan moet je echt alles uitdoen en ja, dan maak je bijna geen kans. Allee. Dan ook je onderbroek en zo, daar wordt wel veel in weggestoken. Veel trucken? Nee, niet echt. Ja, zo andere zakjes in je jassen en zo, dat heb ik wel gehad. Hè. Ja, en potjes met zuivere plas meebrengen. Dat gebeurt ook alles. Ja, eigenlijk, meestal lopen we achter. Hanne is 16 en zit hier bijna 6 maanden. Schoenen uit, meisje. Hanne gebruikt al sinds haar 12e cannabis en alcohol. Maar haar favoriete drug is speed. Ik heb niks bij. Nee. Zeg je weg geweest dit weekend? We zijn gaan karten. Heb je gedronken? Martini Fiero. Fles van een liter en een half. Een fles van een liter en een half. Helemaal op. Op één avond. Om 2 uur. Ja, een bras met mijn vriend. Dat was niet echt plezant. En dan had ik zoiets van, weet je, nu moet ik gewoon even eruit zijn. En aan iets anders denken. Wat vind je van jezelf? Ik voel me nu eigenlijk vrij stom. Jongeren die drugs gebruiken op of buiten de afdeling mogen het weekend daarna niet naar huis. Zo komen ze niet in de verleiding om te gebruiken. Mark, 16, heeft dit weekend dik tegen zijn zin op de afdeling doorgebracht. Ik had dus eigenlijk heel veel zorgen, want ik moest op dinsdag bij de jeugdrechter voorkomen. En ja, gewoon even voor dat denken stop te zetten en met amuseren. 2 ecstasypillen gebruikt. Je kan daar dan niet aan weerstaan? Nee, dat is zo precies of ik een robot word of zo. Ik word even zo iemand anders precies en ik zie zelf dat ik dat doe en ik weet dat dat verkeerd is, maar toch doe ik dat. Pathways richt zich vooral op jongeren met een drugsprobleem en psychologische en sociale moeilijkheden. Hanna had problemen thuis, was depressief en verminkte zichzelf. Drugs nam ze om te vergeten. Maar als je nu in de spiegel kijkt, is dat lastig? Ja. Vertel eens waarom. Omdat ik dat geen schoon beeld vind wat terugkijkt. Ja, ik weet niet. Ze hebben mij dat vroeger altijd gezegd gehad en zo. Dat ik niets kon en zo. Dat ik nooit goed genoeg ging zijn. En ik ben dat gaan geloven. Dus ja. En dus drugs? Ja, bij speed voel ik me zo zelfzeker en zo. Dan denk ik dat ik al mijn problemen van het mijn verleden aan kan. En dat niemand mij iets kan maken, dat ik het zelf wel kan, dat alles wel zelf goed gaat komen. Je had wel een blote aan meten, hè? Zeker. Ik had de haar niet gekant vandaag. De jongeren zijn verdeeld in 2 leefgroepen van 8. Met duidelijke regels. Iedereen werkt mee in het huishouden en roken mag alleen op bepaalde momenten. Mark is met cannabis en ecstasy begonnen om socialer te zijn. Nu leert hij sociaal zijn zonder drugs. Hij zit hier al 7 maanden. Ik zit hier al echt lang en er komt precies geen einde. Maar je zit hier het langste van de hele groep. Ja. En ben je er het beste aan toe? Ja, eigenlijk niet. Een van de ergste nog altijd. Maar allee, het begint nu al te beteren, maar de eerste 5 maanden, dat was echt ja, heel erg. Ik gebruik hier elke week. Wat? Ja, speed en ecstasy en zo. En coke ook. De laatste keer dat we hem besproken hebben, hebben we gezegd dat bij die jongen er toch wel motivatie was om te stoppen uiteindelijk. Hè? Ik vind dat een 24 voltijdse begeleiders doen hun uiterste best om de jongeren opnieuw op het juiste spoor te zetten. Met individuele therapie, gezinstherapie en groepstherapie. Een totaalconcept. Uiteindelijk willen we duidelijk echt die gasten helpen om zich meer bewust te worden van de problemen die ze ermee hebben. Om een verband te leren leggen tussen hun druggebruik en de problemen die ze hebben. Thuis, vrienden, op school en zo. En van daaruit dat ze zeggen, ja, eigenlijk
ik kan het mij niet permitteren om te gebruiken. Ik moet er eigenlijk mee stoppen. Dat is voor u geweest. Ja, goed, maar een moeilijk weekend, hè. Als je zo een tijdje gestopt zit, als 3 weken nu, ja, vandaag, dan besef ik pas echt hoe verslaafd je bent, zo. Als ik zo met kooktherapie bijvoorbeeld, en ik zie zo bloem op tafel liggen of zo, dan heb ik zo zin erin. Dan wil ik er dan automatisch zo'n lijn van leggen of zo. Eenmaal per week houden ze hier een drugsdebat. Alleen dan mogen de jongeren vrijuit praten over drugs. Maar dat valt hen zwaar. Ja, na een tijd begin je zo zin in drugs te krijgen. Doordat je er heel de tijd over praat. En dan gemerkt ook zo, iedereen begint meer en meer positief over drugs te praten, hoe langer dat duurt. En daarom ook, ze doen dat maar een half uurtje, omdat het anders te erg wordt. En jij hebt nu echt zin? Redelijk toch, ja. Oké. Okay. Goed vertrouwen geven, goed steun geven. Goed naar beneden. Eerst naar beneden. De meeste jongeren met een drugsprobleem combineren cannabis met harddrugs of amfetamines. Frequent gebruik leidt tot geheugen- en concentratieproblemen, paranoia en hallucinaties. We zien eigenlijk tot een vrij spectaculaire, zal ik zeggen, daling van wat dat die jongens en die meisjes presteren op school. Maar we zien ook problemen in het gezin, maar we zien problemen in hun globale ontwikkeling. Dus die jongeren ontwikkelingstaken, gelijk het contact met leeftijdsgenoten, te integreren in hun vriendengroep, eigenlijk wilskracht, doorzettingsvermogen, al die dingen ontwikkelen, een visie ontwikkelen op wie dat je bent en wat dat je wilt worden, komt door het teruggebruik in het gedrang. Dus de ontwikkeling staat gewoon stil. Maar ik wil met jullie vandaag iets meer vertellen over Japanse gevechtsporten. Nee, maar over de Japanse krijgers. 3 op de 4 jongeren bij Pathways zijn op hun 12e begonnen in het algemeen secundair onderwijs. Bij hun opname hier zit bijna niemand nog in het ASO. Ook Hanne begon in het ASO, maar zit nu in het beroepsonderwijs. Heeft de drugs eigenlijk een effect gehad op jouw schoolprestaties? Als een les was dat mij niet zinde, ja, dan kom ik gewoon niet. Als een dag niet goed leek, dan kwam ik ook gewoon niet. Veel gespijbeld? Ja, heel veel. De tijd dat ik op school ben geweest, kan met 2 handen tellen. Naast de therapie krijgen de jongeren ook les om de schoolse achterstand weg te werken. Maar Mark ziet daar het nut niet van in. En dan nog de laatste vraag. Wil je dat diploma nog halen van het secundair onderwijs? Boah, ik weet dat niet. Ik ben de school een beetje beu. Weet je, ik ben 16 jaar en ik zit nog altijd bij, ja, in de derde middelbaar eigenlijk. Het is de derde keer dat ik het derde middelbaar doe nu. En ja, ik zie dat niet echt zitten om nog zo lang op school te zitten. Elke woensdagavond is er een oudervergadering. Hier delen de ouders hun ervaringen met elkaar. Niet makkelijk, zeker niet als er een camera bij is. De ouders willen wel getuigen, maar anoniem. En hoe denk je dan zo over de toekomst en hoe het zal zijn met jullie eigen kinderen na het ontslag? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb er geen flauw idee van. Het is afwachten. Ik vind het toch wel een beetje angstig, omdat je weet dat ze hier goed opgevangen worden. En die opvang kan je thuis niet geven. En dan is dat een hele grote overgang. Ik zie dat eigenlijk heel positief, want ik ga heel eerlijk zijn. Ik zie al heel veel verbetering. Ik was mijn kind echt aan het verliezen daarin. Het was niet meer mijn zoon zo. En terwijl ik nu echt het gevoel heb, ik heb mijn zoon terug. Ja, meer en meer. En dat is een heerlijk gevoel. Ja, het heeft lang geduurd. We zijn er nog aan het werken, maar dat is een heerlijk gevoel. Maar er zijn inderdaad een heel aantal dingen veranderd, want ik hoorde juist net dat uw zoon tegen iemand van verpleging gezegd had, ja, het lukt mij niet meer om mijn mama te manipuleren. Klopt. Mark heeft inderdaad een lange weg afgelegd. Want voor Pathways zat hij in de gesloten instelling van Mol voor het dealen van drugs. Na 7 maanden hier is hij niet zo optimistisch als zijn moeder. Ik probeer te stoppen met de moed van de jeugdrechter, maar ik zie zelf niet wat er slecht aan is. Ik weet niet waarom ik zou stoppen, behalve omdat ik anders in de mol zit. 1 op de 4 jongeren bij Pathways wordt verschillende keren opgenomen. Toch ziet Hanne haar toekomst rooskleurig. Ze wil haar diploma halen en droomt van een job als binnenhuisarchitect. Denk
hier nog opnieuw gaat belanden? Ik hoop van niet. Ik hoop dat echt van niet, want ja, 6 maanden. Ik word hier gewoon al zot van het feit dat ik hier zo lang ben, dus laat me nu alsjeblieft gewoon op studio gaan en alleen gaan wonen. Dat is mijn toekomst volgens mij, dat hoop ik. Ik wil tonen aan de mensen dat ik het zelf kan en dat ik niemand nodig rondom mij. En ik kan voor mijn eigen zorgen, daar ben ik zeker van. Nu misschien nog niet, maar ik hoop binnen een tijdje wel.